Hallo. Hoi, hoi. Dag Lori, dag Carrie. Ik ga nog eventjes wachten tot er wat meer volk op komt. Daarvoor leer ik beginnen. Goedenavond, Juri. Groetjes terug. Eens kijken als ik er goed op sta. Hallo, goedenavond. Echt wel grappig als je zo helemaal alleen in de ruimte zit. Iedereen kijkt naar u. Maar je hoort niks. Ik hoor alleen mezelf. Ik zal dadelijk gaan beginnen. Nou. Hallo Sarah. Alright. Cynthia. Eens even kijken. Als we goed in beeld zijn. Koek, koek. Zing eens een liedje, straksjes. Ik denk dat ik stilletjes kan beginnen. Nou. Goedenavond iedereen. Welkom bij Loredana de Amicis. En ik ga vanavond een I Am Clean tutorial doen. Een nieuwe make-up lijn. Een Belgische make-up lijn. En ik ben er ambassadrice, trotse ambassadrice van. Ik ben de type wild. En ik ga jullie dadelijk eventjes laten kennismaken hoe dat ik mij helemaal maquilleer met de nieuwe producten van I Am Clean. Het is een make-up lijn die heel natuurlijk is, puur vegan. En een hele leuke nieuwe make-up lijn van Caroline Rigo. Super bedankt om mij te vragen. Ik ben heel dankbaar en ik vind het echt wel tof dat ik de ambassadrice mag zijn, type wild. Eens even kijken. Ik als zangeres heb ik mij altijd eigenlijk mijn make-up eigenlijk zelf gedaan. En regelmatig gebruikte ik verschillende merken eigenlijk. En merkte of dat ik wat last had van open poriën. Hallo! Hey Silke! Dat ik dus last had van poriën die verstopt waren. En dat heb ik nu wel heel veel gemerkt door de I Am Clean te gebruiken. Dat dat toch wel veel minder is. En dat uw huid er toch echt wel door straalt. En ben ik echt wel blij dat er een nieuwe make-up lijn op de markt is. Hou zeker even mijn pagina in de gaten. Als jullie wat vragen hebben, mogen jullie vragen. Er zijn ook heel veel leuke dames die op ieder antwoord iedereen kan beantwoorden. Moest ik de vraagjes niet weten of de antwoorden niet weten? Ik ga mijn best doen. En ik zal jullie dadelijk laten zien hoe dat ik dus ga beginnen met mijn oogmake-up. En eens even kijken. Ik ga jullie laten zien dat ik ga beginnen met dus het kleurtje dat ik ga gebruiken. Ik ga beginnen met de Loose Minerals. Dat zijn dus, ik zal het potje openmaken. Dat is mijn favoriete kleur, de copper. Ik weet niet of je het al goed ziet. Je zult dadelijk wel zien. Het is echt wel een heel toffe kleur. En die kan je dan samen, dat zijn allemaal zo van die kleine bolletjes. Ik weet niet of je heel goed ziet. En dat ga ik dan in dat potje doen. Hè. Het leukste eraan is dat je zowel, als je wat natureller wilt zijn,
Of je wilt een beetje feller gaan, zoals ik meestal doe. Daarom ben ik type wild, omdat ik een beetje van alles experimenteer met verschillende kleurtjes. Eens even kijken als er nog een vraagje is al. Dus ik ga beginnen met de Eye Flat. Een hele toffe penseel die je heel goed kunt gebruiken voor hier dus het kleurtje aan te leggen. Heel, heel goed ook voor natte oogschaduw aan te brengen. Ik doe een klein beetje op het dekseltje. En het leuke eraan is dat je echt zo beetje per beetje... Dat is raar hè, als ik niks hoor. Hè. Ik zie wel dat er heel veel wolk is, maar ik hoor geen geluid. Eens even kijken. Hè. En zo. Wat ik misschien eerst ook ga doen, is ik ga de coverstick gebruiken. De neutral. Dat doen de meesten eigenlijk ook zo meteen op een ooglid. Dan krijg je een beetje een betere houvast van de eyeshadows. Dus dat doe ik een beetje... Ja, we zijn terug over mijn hele ooglid. En de coverstick neutral zit dus eigenlijk vitamine E in. Het is anti-aging en heel hydraterend. Kan eigenlijk voor alle leeftijden. En is echt wel heel tof om eigenlijk al op de ooglid te gebruiken. Vooraleer je dat je eigenlijk de oogschaduw erop gaat doen. We gaan eens even kijken. Hè. En het leuke eraan is dat ze ook echt wel dichtklappen. Dus ze zullen nooit opengaan in de handtas, hè, dames. Eens even kijken. Ik ga al beginnen. Ik ga al een beetje poeder nemen. Een hele leuke kleur, de koper. En ik ga met mijn penseel erin deppen. Zodat ik een beetje kleur op heb. En die ga ik eigenlijk over de hele lijn van mijn ooglid doen. Ik begin eigenlijk aan de voorkant. Er zijn velen die beginnen aan de buitenkant met een donkerdere kleur. Maar ik vind dat veel... Ik doe dat eigenlijk al jaren zo. Dat ik echt zo van licht naar donker ga. En dan bouw ik eigenlijk een beetje op. Hè. Dus even kijken dat ik goed zie. Dat jullie goed zien wat ik doe. En ik ga over de hele lijn... Dat is een hele toffe kleur. Ik kan zowel in de zomer als in de winter. En dat vind ik zo tof eraan. En ze zijn ook heel hoog gepigmenteerd. Dus de kleuren vallen heel fel op. Ik weet niet als je al een kleurtje ziet, zie je? Ik ga over de hele lijn. Het kan zijn dat ik wat rare gezichtjes trek, maar dat is normaal als ik zo kort bij de camera sta. Zie je al het kleurtje? Een heel toffe kleur. En ik doe eigenlijk depbewegingen. Dus omdat dat zo loose minerals zijn, doe ik van die depbewegingen. En dan blijft de kleur eigenlijk ook veel beter vast. Dep, dep, dep. Zo. Dan ga ik nog een beetje bijpakken. Want ik doe eigenlijk... Ik begin met een klein beetje en dan doe ik veel meer. En dan ga ik de andere kant doen. Even kijken. En dan... Het is wel moeilijk zo praten en make-up. Hè? Ik ben dat niet gewend. Meestal als ik me klaar ben aan het maken, dan zwijg ik. Dus ik doe de kleur over de andere lijn. Ik kan nog een beetje bijpakken. Kijk. Zie je wat een leuke kleur? Dat is dus de kleur koper. Jullie kunnen altijd gaan kijken op de dus www.iamclean.be. Maar straks, als ik gedaan heb, zal ik ook een link plaatsen onder mijn comments. En dan kunnen jullie dan eventjes een beetje rondneuzen wat dat er allemaal op de site staat. En je kunt ook online bestellen. Daar staan alle kleurtjes. Er zijn ook 14 kleurtjes van deze loose minerals. Eens even kijken wie er allemaal is. Hoi Miet.
Hallo, goedenavond iedereen. Dat is een schone kleur, en Nathalie, inderdaad, een hele mooie kleur. Eigenlijk kan je die zowel zo puur gebruiken, gewoon zo. Maar ik ga die zelfs een beetje combineren met een donkerdere kleur aan de arcadeboog. En nou, ik vind het eigenlijk een hele mooie kleur op zich. Heel hoog gepigmenteerd ook. Ik ga eens even dichter gaan. Het is een beetje moeilijk om je van ver... Ik ben dan meestal gewend om zo een spiegel voor mij te hebben. Maar dan gaan jullie niet zien wat ik aan het doen ben. Hè? Dus zie je al een verschil welke kleurtjes dat ik heb? Oké. En ik wrijf hem heel mooi uit. Dat is een hele toffe penseel, by the way. Even goed uitwrijven. Yes. Ik ga hem dicht doen. En ik ga alvast mijn penseel proper maken met isopropiel. Dat kunt je vinden bij elke apotheker. En dan is hem zelfs terug proper als ik hem terug nodig heb. Hè? Dus even kijken, dan ga ik naar mijn tweede kleur. Dus ik doe eerst de bovenkant en dan zelfs doe ik ook de onderkant van mijn ogen. En nu ga ik naar de Tuned In. Een hele toffe kleur. Iets donkerder van kleur. Allee, eigenlijk vrij donkerbruin. En die ga ik eigenlijk gebruiken in mijn arcadeboog. Dus ik ga eigenlijk maar drie kleurtjes gebruiken. Om het niet te ingewikkeld te maken, meestal gebruik ik veel meer tinten door elkaar. En ik ga deze ook in het potje doen. Die zijn heel hoog gepigmenteerd, dus eigenlijk bij de bruine ga ik een klein beetje opletten wat ik doe. Ik ga de blending brush gebruiken, een hele toffe brush om alles... Eens even kijken wie er allemaal is. Hallo iedereen. Welkom, welkom. Welkom bij mijn live tutorial van I Am Clean. Een hele toffe minerale make-up lijn, Belgisch. Heel goed voor ieders huid eigenlijk. Als je last hebt van allergieën of een te droge huid of zo. Ik vind het echt wel ideaal. Ik heb verschillende merken gebruikt door de jaren heen. En ik merkte echt wel... een verschil, zeker met de fond de teint, dat mijn huid er veel minder droog uitziet. Hallo, hoi hoi, goedenavond. Deze is de Tuned In. Ik begin altijd hier onderaan en ik dab. Het leuke daaraan is, als je dabt, dat er toch wel iets vrijkomt. Dabben en wrijven. En dan doe ik eigenlijk... Ik begin altijd beetje bij beetje. Zie je? Die is al vrij fel, hè? Ik ga eens even kijken. Zie je? Ik ga hem even beter uitblenden. Dan ga ik even mijn flat terugnemen. Zie je al een klein... Ik heb niet veel erop gedaan. Hè? Een klein beetje en je ziet al eigenlijk een verschil van het oog. Hè? Hallo iedereen. Daar moest wel geluid op staan. Hè? Zo van, hey. All right. Als er vragen zijn, shoot. Ik ga eens even kijken. Hoi Marijke, het zijn heel toffe kleurtjes. Welke kleur is het? Deze is de Tuned In. Dus die waar ik aan de arcadeboog doorheen, is de Tuned In. En aan de binnenkant is de Copper. Ik ga de andere kant doen. En eens even kijken. Ik ga een beetje aftikken. Want die zijn vrij
Dan dab ik ook altijd een klein beetje op mijn tissue. Anders zit er veel te veel. Weet je, je kan zelf kiezen hoe fel dat je wilt gaan. Dat vind ik zo tof aan al die kleurtjes. Dat dat zo van weinig naar iets feller. Voor de optredens natuurlijk ga ik altijd iets feller. Maar als je door de dag die kleurtjes wilt gebruiken, zoals een naturelle, dan kun je eigenlijk een heel klein beetje gebruiken, hè. Alles kan je op de site zien van www.iamclean.be of straks zal ik sowieso de link onder de comments schrijven en dan kunnen jullie kijken online. Hè. Weet je, ik heb eigenlijk heel weinig gebruikt, maar je ziet toch al... even kijken... Je kunt zo fel gaan als je wilt, hè. Ik kan er een beetje koper bij pakken om dat terug. Ik heb een hele droge huid. Welke foundation raad je me aan? Eens even kijken. Ik denk, ik heb momenteel de Glow Foundation aan. Ook een hele toffe kleur, by the way. De Bradiant nummer 2, dus eigenlijk de medium. En dan op de site geloof ik dat je ook kunt kijken dat er ook een compacte foundation is. Dus ik mis wat muziek. Is er geen DJ? Oh, ik wist dat je dat ging zeggen, schatje. We moeten stil zijn, hè? Want we kunnen van Facebook afgegooid worden anders. Dus, eens even kijken, hè. Ik ga het even doordoen, want praten en make-up vind ik soms toch wel moeilijk. Dan wrijf ik zo op mijn oogjes. Een beetje bij doen aan de zijkanten. Nou, dat is raar als ik zo kort. Eens kijken. Alright. De huid aanvoelen. Hele toffe. Loose Minerals. Ik ga de potjes dicht doen. Even proper maken. En eens even kijken. En dan ga ik eigenlijk de onderkant doen van mijn ooglid. Dat vind ik ook altijd tof om te kleuren. En dan ga ik de brow eyeliner gebruiken. Dus die kan je zowel gebruiken voor je wenkbrauwen, als je dan zo'n poederke gebruikt. Maar heel handig ook om onderaan echt wel je oogschaduw aan te brengen. Dan ga ik nog een klein beetje koper erop doen. Aan de onderkant. Heel tof, omdat ik eigenlijk hier zo van boven de koper gebruikt heb. Hè. En dan ga ik hier onderaan. Wat koper doen. Ik hou enorm van bronzen kleuren, dus dat is echt wel een heel toffe kleur. Sorry als ik rare gezichten trek, maar dat werkt beter bij mij. Oh, dankjewel Nele. Ik vind dat ook wel een kleur, allez, zowel de Tuned In, ik denk dat dat voor vele kleuren kan, hè? Zowel voor blauwe ogen. Dat is echt een kleur die bij iedereen past en die kun je ook echt combineren met verschillende andere loose minerals. En die koper, of die copper, ja, dat is echt wel een durver.
Even kijken. Zie je, ik ga wat feller aan de onderkant. Ik weet niet of jullie het zien. Alright. Ik ben nu vrij brava met mijn kleurtjes. Eens even kijken. Alright. Watjes ook altijd goed om bij te hebben. Om voor een beetje bij te werken. Hè. Ik kan nog een beetje tuned in gebruiken, omdat ik toch wel wat feller wil gaan aan de buitenkant. Maar dadelijk met een eyeliner en mascara erop, dan maakt dat natuurlijk de look helemaal af. Hè. Alright. Dan gaan we een eyeliner doen. En ik heb gekozen voor de Greener Than Green. Een hele toffe kleur. Zie je de kleur? Echt wel een heel toffe groene kleur. En ik hou van eyeliners. En dat maakt die ogen ook altijd een beetje groter. Dus die ga ik samen combineren met deze kleur. Even zo pakken. Die zijn ook heel zacht. Ik ga eens kijken als ik wat korter kan komen. Om te zien wat ik doe. Als ik alleen ben, dan ben ik iets meer geconcentreerd natuurlijk. Dan lukt dat iets beter. Ik heb mijn eigen een beetje vuil gemaakt. Dus we gaan het tissue pakken en we gaan het afvegen. Hè? Eens even kijken. Zo. Weg is de vlekkie. We kunnen zelfs wat concealer bij doen. En dan... Eens even kijken. Ga eens even kijken wie dat er allemaal is. Die is inderdaad niet zo hard als de zwarte. En als een zwarte eyeliner. Dus ik vind dat echt wel een hele toffe kleur. Ik ga de wing nog niet doen. Ik ga eerst deze kant doen. Ik hoop dat jullie goed zien wat ik aan het doen ben. Ik zie het niet goed. Even kijken. Weet je, ik ben ook meestal gewend om met een natte eyeliner te werken. Dus dat is nu een potlood eyeliner. Ik ga een wingetje maken. Weet je wat tof is? Dat je deze flat kunt gebruiken om je wing eigenlijk een beetje te smutsen. Aan de zijkant. Hè. Kunnen we de video nog eens herbekijken? Tuurlijk, ik ga ze opslaan en dan daarna posten. Ik heb hier twee wings gemaakt. Ik maak mijn wing graag vrij fel. Dan ga ik eens even smutsen. Met om de kleur een beetje tussen de haartjes te doen. Hè? Even kijken of ze ongeveer goed zitten. Zie je? Wat ik ook ga doen is, ik ga dezelfde kleur gebruiken aan de onderkant van mijn oog.
En dan ga ik die ook weer uitsmutsen met deze brow eyeliner. Heel toffe potloodjes. Zie je, en dan maakt dat een beetje feller van kleuren. Drie rare gezichten. Hey, hey. Hallo, goedenavond iedereen. Even kijken. Nou. Alright. Dus ik heb de Greener Than Green gebruikt voor zowel boven de ogen, de eyeliner, als aan de onderkant van de ogen. Tekenen goed af eigenlijk. Hè? Heel mooie kleur, die groen. Was eigenlijk ideaal geweest voor de feestdagen. Maar ja, we mogen ons altijd nog maquilleren, nou, waarom niet? Dus even kijken, ik ben een perfectionist met eyeliners altijd. Even kijken hoe het eruit ziet. Alright. Dus even zien wat ik nu ga doen. Wat ik meestal ook doe, ik ga dadelijk zo een lichtere kleur gebruiken aan de ooghoek. En dat is een hele mooie kleur. Ik weet niet of je het zo heel goed gaat zien. Hallo. Ja, Stephanie. Ik eens even kijken. Het zijn de I Am Clean producten. Een minerale make-up lijn. Je kan zelfs nog eens kijken op de link die ik zal onder mijn comment schrijven. En dan kan je online nog alle producten bekijken. Ik ga dus aan de voorkant. Een beetje Princess Peach doen. Ik weet niet of je iets ziet. Een klein beetje. Dan heb je zo'n iets opener blik. Even kijken. Ja. Glamorous. Alright, I love bling bling. Heel toffe bling bling product. Zie je aan de voorkant van de oogjes? Alright. Zo. Wat ga ik nu doen? We gaan de mascara doen. Of we kunnen ook misschien eventueel eventjes de wenkbrauwen doen. Dit is de dark taupe. Je hebt ook een soft taupe. Twee kleurtjes. Ik ga mijn wenkbrauwen omhoog kammen. Dan ga ik deze kleur aanbrengen. Hè. Het is een iets intensere kleur, maar dat mag hè, met deze look. Hè. En dan kan ik eigenlijk... niet kammen, dan kleur ik even alles een beetje in. En dan de linkse kant. Vollere wenkbrauwen zijn helemaal in. Zo. Zie je, dan komen ze iets
feller tot hun rechten. Ja. Dat was de dark taupe van de wenkbrauw. Nu ga ik over naar de mascara. Die werkt goed, hè? Ja, ja, die, ik moet zeggen dat alles heel goed gepigmenteerd is. Alles kleurt heel goed. En dat vind ik zo tof aan I Am Clean. Dat zowel natuurlijk, vegan, cruelty-free, maar dat het ook wel goed aftekent. Want dat is echt ambetant als je bijvoorbeeld een potlood hebt waar je echt hard op moet drukken. Ik vind dat ze super smooth zijn. Dat is echt wel heel tof om te gebruiken. We gaan naar de clean mascara. Dat is de black. Ik gebruik meestal black. En ik ga je ook al dadelijk zien, laten zien dat dat zo twee... Ik weet niet als je ziet, zijn zo twee verschillende kammetjes. Ene kant die wat rechter zijn, de andere kant wat meer gebogen. En die geeft ook echt enorm heel veel volume. Ik was mijn tekst kwijt. Dus ik ga alles even naar boven kammen. Mascara vind ik ook altijd het moeilijkste om te doen. Dat steekt altijd veel meer tijd in dan de rest. Kan ik ze omdraaien? Ik denk dat jullie in mijn neus kunnen zien. Hoe? Ik gebruik meestal black. Ja, ik gebruik meestal black, Patje. Weet je, en je kunt ze blijven kammen tot... Zie je? Kijk wat verschil. Allee, ik hoop dat je dat ziet, hè. Ik ga ze nog zo meer. Zeker de zijkantjes omhoog doen. Echt wel een hele toffe mascara. Nu ga ik de andere kant doen. Ik moet zien dat ik niet... Echt wel een hele fijne... mascara die niet brokkelt. Forza! Forza, Patje. Zie je verschil? Wimpertjes, dat doet toch wel veel, hè, als je mascara opdoet, hè. Yes, oké. Okay. Ik doe ook meestal, het laat je ogen stralen. Ja, inderdaad. Mascara laat je ogen stralen. Wat je volgende keer ook eens laten sminken. Ja. Ah. Dan ga ik, wat ik ook meestal doe, is de onderkant... Nu trek ik wel echt een raar gezicht, hè? Maar dat moet, want anders dan maak ik mijn... Maak ik me helemaal vul. Zie je, die geeft een meer opene blik. En de andere kant...
Waar koop je die? Je kan op www.iamclean.be kijken. Dus online. Ofwel bij verschillende schoonheidsspecialisten. Oh, en ik heb op mijn neus gesmodderd. Wat gaan we gaan doen? Oké, dat gaat niet zo weg. Zo, zwart puntje weg. Mascara's. Zie je, dat geeft zo wat meer. Sorry als ik even uit beeld ga, maar ik zie mijn eigen anders niet zo goed. Zie je de mascara? Alright. Wat ik zelfs nog ga doen, ik ga nog zo'n beetje concealer. Zelfs dat doe ik meestal op laatste. Doe ik eerst een begin en daarna doe ik dat nog een beetje op laatste om eigenlijk alle andere dingetjes weg te werken. Hè? Dus ik laat ook mijn mascara eventjes opdrogen en wij gaan al naar de lippies. Ik ga gaan voor een nude kleur. Hele toffe nude kleur. Zie je de kleur? En dan ga ik dan eigenlijk... De textuur is ook heel smooth, hè. Echt alsof dat je lippenbalsem op bent aan het doen. Terwijl het eigenlijk gewoon maar een potloodje is. Hè. Hele mooie nude kleur. Zo. En die ga ik dan combineren. Eens even kijken. Met de kist. Ik weet niet of je het kunt lezen. Ik denk het niet, maar ik zal de kleur laten zien. Een hele mooie nude kleur die perfect past bij deze lipliner. Super zacht. Velletje. Ja. Ik ga eens even kijken wie er allemaal is, want ik heb nog niet meer gekeken. Hallo iedereen, goedenavond. Welkom. Wat ik nu ga doen, en we zijn bijna klaar. Ik ga nog een all bronzer over mijn gezicht doen. Dat is deze leuke kleurtje. Wat je ook kan doen is, ik laat hem momenteel nog even hierin zitten, maar je kan hem ook in deze refillable, dat kan je erop plakken eigenlijk. En dan is dan een heel leuk spiegeltje bij, ja. Dat ga ik doen met de blush brush. Dan ga ik zo'n beetje meer een bronzere look geven aan mijn gezicht. Dan ga ik hieronder beginnen. Dan doe ik zo van die draaibewegingen. Ook even aan de andere kant. Dat geeft echt wel zo een sunlook, hè? Aan de bovenkant. Heel toffe kleur. Ik doe altijd nog zo'n beetje zo, dat je zo die lijn een beetje hebt. Wat ik nog niet gedaan heb, is de concealer onder de ogen. Ga ik even doen. Heel fijn, vitamine E. Heel hydraterend en heel anti-aging. Het leuke daaraan is, je moet maar een klein beetje eronder doen.
En je kan het eigenlijk met je hand eigenlijk wegdeppen. Zo fijn is die textuur. Kan die heel mooi uitsmeren. Ook aan de andere kant. Kan voor alle leeftijden, hè. Echt de coverstick eigenlijk. Wat ik ook kan doen is hierboven eventjes. En we zijn bijna klaar, hè. Zie je, dat geeft zo wat. Heel goed voor roodheden ook. Ja, inderdaad, Laurie. De concealer is echt top. Heel goed voor roodheden weg te werken ook. En heel zacht ook, hè. Ja. Alright. Dat is dus de concealer stick neutral. Dan ga ik nog even werken aan de bronzer. Een hele toffe zonnige kleur. Kan ook het hele jaar door. En we zijn er bijna, hè? Dan ga ik eens even kijken als er nog wat vraagjes zijn. Potloodlijn rond je lippen. Je hebt wat meestal de potlood doet van een, voor de lipstick. Dat maakt eigenlijk de afleiding. Dat is eigenlijk voor zo de lipstick ook niet. Dat die niet verder dan uw gezicht gaat eigenlijk. Dus dat houdt eigenlijk de lipstick vrij compacter in de mond. En daarvoor wordt eigenlijk de potlood of de lippencil gebruikt eigenlijk ook om. Ja, dat is ook altijd veel. Kunt je lippen veel mooier afronden dan eigenlijk gewoon een lipstick. Allee, ik doe dat meestal met een lippencil. Zalig product, inderdaad, Rosalie. Dus hier ben ik bijna klaar bij de all-around bronzer. Wat ik misschien eventueel als einde kan doen, dadelijk. Ik gebruik ook heel graag een highlighter. Hoi, hoi, Matteo. Zie je? Ik vind het altijd leuk om zo een beetje feller te gaan hier. Zo. We zijn er bijna. Eens even kijken. Ik ga mijn blush brush even poetsen. Dat is altijd goed om te doen, dat het toch een beetje terug proper is. Laat je jouw wenkbrauwen kleuren. Ik heb permanente make-up, Connie, al verschillende jaren. Zowel mijn wenkbrauwen als mijn eyeliner van boven en van onder. En ik vind het echt wel een aanrader. Ik heb het in wingen gedaan. Dus bij Maggie, een hele toffe. En ik ben heel blij dat ik het gedaan heb. Eens even kijken. Ik ga nog één kleurtje gebruiken. Dat is de highlighter. Sunset. Dat geeft eigenlijk zo wat meer gloed eigenlijk zo boven de jukbeender. Ik zal dadelijk een liedje zingen, hè. Dat is ook weer allemaal van die pottekes, zie je? Die je zo open en dicht kunt doen. En dan eigenlijk heel handig om in het dekseltje aan te brengen. Hè? Ik neem een kleine hoeveelheid van de Sunset. En dan ga ik eigenlijk, we gaan eens kijken, over mijn jeukbeender eigenlijk. Ik weet niet, als je al een klein gloedje ziet. Je hebt er niet veel van nodig, hè. Ik ga het ook eens aan de andere kant doen. Dat maakt dat zo soms feestelijker, of ja, dan heb je boven je jeukbeender eigenlijk, hè. De prijzen die staan allemaal op www.iamclean.be. Ik zal straks ook de link op onder mijn comment plaatsen. En dat zijn eigenlijk al de prijsjes op, hè. Zo, ik ben eigenlijk zo goed als klaar.
Ik kan mijn haartjes dus los doen. Die highlighter is echt mooi, hè, Charlotte. Ja, die geeft echt wel zo'n een mooie gloed eigenlijk over je gezicht. Ik kan nog eens een beetje... Zo, ben klaar. Moesten er nog vraagjes zijn? Charlotte, de highlighter is de nummer... Allee, is de kleur Sunset. Dat is zoiets wat meer aan de gouden kant. Je hebt ook, denk ik, een lichtere kleur, als ik me niet vergis. Tamara, ja. Maar inderdaad, als je een bronzer hebt, dan kan dat toch wel... Ah, Laurie, heb je de link al veel gedeeld? Oké, super, super. Dus even kijken als er nog vraagjes zijn. En je kunt op stap gaan, hè? Allee, ja, hier in de veranda. Even kijken, hè. Ja, je kan zowel natuurlijk gaan met de kleur of een beetje feller. Ik ben niet te fel gegaan. Er komt iemand klappen. Hey! Bedankt aan alle kijkers. Eens even kijken als er nog wat vraagjes zijn. Ik ga de potjes alvast dicht doen. Ja, Charlotte, je kan het begin zelfs terug herbekijken. En dan heb ik eigenlijk alles uitgelegd. Ik hoop dat ik alles goed heb uitgelegd. Het is altijd een beetje moeilijk om je make-up te doen. En dan terwijl u, allez, terwijl uit te leggen, dat vind ik vrij moeilijk. Dus... Hey, Gloria. Ik moest nog een liedje zingen, hè. Ga jij mee een liedje zingen? Nee. Patje komt ook mee een liedje zingen. Patje wil aandacht. Ik heb het niet gedaan. Ja. Oké, we gaan een stukje zingen. Hè. I love you, baby. If it's quite alright, I need you, baby. I love you, baby. Trust in me when I say okay. Oh, pretty baby, don't let me down, I pray. Oh, pretty baby, now that I found you, stay. Heel veel bedankt. Heel veel bedankt voor het kijken. Een hele dikke zoen aan iedereen. Oh, dankjewel, Yuri. Vele groetjes. Doei, doei. Tot snel. Bye, bye. Vergeet niet te kijken op www.imclean.be. Mwah.